Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom vanuit het concertgebouw in Amsterdam. Prachtige locatie, ideaal ook om uh, belangrijke juridische ontwikkelingen te bespreken, waarom ook niet. Uh, vandaag gaan we het uh, vooral hebben over arresten van de Hoge Raad. Die bespreken we met cassatieadvocaten. Mijn gast is uh, Ruben uh, Wiegerink, je bent advocaat bij Van der Velds. Advocaten, uh, ja, wat is jouw grote specialisatie binnen die hele cassatie? Uh, advocatuur. Uh, ja, ben je -advocatuur. Ik doe ja, ik ben hier Ik doe eigenlijk, ben civiel cassatieadvocaat. Ik behandel uh, zaken op het, de volle breedte van het civiele recht, uh, met wel een uh, ja, bijzonder uh, bijzondere expertise op het gebied van uh, van zaken en uh, dan helemaal een bijzonder onteigeningsrecht. En daar gaan we het ook over hebben. Ja. Is het voor het eerst dat je in het Concertgebouw bent? Uh, of heb ja, een, het is voor het eerst. Ja, ik ben als eigenlijk inderdaad uh, Hagenees puur zang. En, uh, maar ik ben uh, ja, heel uh, vereerd dat ik hier op dit uh, ja, Het op blijft wel een hele zijn. bijzondere ja, plek. Ja. We hebben helaas geen publiek live, hè, maar wel via de camera. Ja. Dus, goed, je hebt een uh, arrest meegenomen van de Hoge Raad uit juli. Dat is dus heel recent, 2021. Schadeloosstelling wegens waarde van gerooide bomen op landgoed. De waardevermindering van het overblijvende. Kortom, onteigeningsrechten. Uh, neem me even mee. B waar ja. gaat het om? Mensen moeten weg of iets. Ja, of? dit is een. Uh, het gaat om een landgoed in. Uh, in Limburg. En. Uh, de. de provincie. Die, uh, die heeft beslist. in al haar wijsheid. om een. Uh, provinciale weg. Uh, provinciale ringweg aan te leggen. En uh, die ringweg. komt voor een stukje te lopen. over een deel van dat landgoed. Ja. Dus uh, de eigenaar van het landgoed. die moet uh, gedwongen. Een stuk uh, van dat landgoed opgeven. waar bomen op staan. Uh, aan de provincie. zodat die weg daar kan komen te lopen. En dat, uh, die onteigening is eigenlijk een tweetrapsraket. heel kort gezegd. Eerst wordt er beslist over de onteigening zelf. mag de provincie inderdaad uh, dat stuk. Uh, grond ontnemen. en uh, als het daarop is beslist. dan wordt vervolgens. Uh, een beslissing genomen. door de rechter. over welke schadevergoeding moet daar tegenover staan. Daar was deze landeigenaar. Het niet mee eens. Klopt, hier gingen we dus, vast stond al dat er onteigend mocht worden. En hier ging het inderdaad over die hoogte van die schadevergoeding. En uh, nou, er, zitten, er spelen twee, uh, twee punten. Uh, het ene gaat over de waarde die die vergoed moet krijgen. En het andere is de waardevermindering van het overblijvende. Daar wil ik het uh, zo graag nog even over hebben. Maar, maar is ik... gewoon feitelijk, de grond, de, de bomen, wat, Precies. wat is dat nou waard? Precies, van goh, ik ga dat stuk grond uh, uh, ontnemen. En daarvan... Uh, daarbij laat de rechtbank die laat zich altijd adviseren door deskundigen. En uh, meestal volgt de rechtbank ook die deskundige uh, beslissing over, uh, over, dat, uh, over die waarde. En in dit geval hadden uh, deskundigen die hadden gezegd: van nou, de, de waarde, uh, die, uh, je, je onteigent dat landgoed, maar daar staan ook bomen op. Die bomen, dat zijn, uh, die hebben zelf ook een waarde. Uh, die bomen kun je rooien en die kun je verkopen. En dat levert een aantal duizenden euro's op. Uh, en die tel ik eigenlijk op bij de waarde. Dus uh, dan krijg je twee, uh, twee verschillende elementen. Namelijk gewoon een vierkante meter prijs voor de grond. Plus bomen. En dat levert de totaalwaarde op. En de rechtbank die, uh, zei van nou: nee, uh, zo moet je dat niet zien. Want uh, de provincie die, uh, die had natuurlijk een belang bij om die schadeloosstelling lager uh, vast te stellen. Dus die, had, uh, die heeft dat bepleit en de rechtbank heeft uh, dat aanvaard dat het anders zit. Zegt van nou, nee, in die waarde zelf van die grond is al die bomen zitten erin voor disconteerd. Het zou een dubbeltelling opleveren op ja, ik ja, en, dus. en doe. En nu uh, hadden uh, deskundigen die hadden een beetje aansluiting gezocht bij, bij een leerstuk. Uh, dat gaat over uh, bodembestanddelen die in het onteigenen zitten. En dan moet ik even een uitstapje maken. Je hebt uh, bijvoorbeeld uh, ja, bepaalde vormen van, uh, van, van, van waardevol uh, mergel of zand die in, uh, in een bodem kunnen zitten en die je uh, doordat je gaat onteigenen kunt winnen. Nou, in dat geval zit er een soort extraatje in de grond, want daarvan kun je je voorstellen dat je door de onteigening ga je dat afgraven, want je gaat daar een weg aanleggen. Nou, dan kun je naar nou dat uitnutten. Dat precies. En dan kun je voorstellen dat je plus de vierkante meterprijs en dan nog eens een keertje mee mag profiteren als je onteigend wordt van wat er onder jouw grond zit. Ja. Nou, uh, die parallel, uh, dat blijkt uit deze uitspraak, die gaat bij die bomen niet op, want uh, ja, die bomen die, die, die stonden daar altijd al. Dat is niet iets een soort, soort extraatje. Die zijn gewoon inherent aan die grondwaarde. Dat is gewoon waarde van Bos op grond. Is zo. Precies. Wild. Je hebt de landbouwgrond, wat alleen Weiland is, je hebt de uh, akkergrond, je hebt tuingrond. Je hebt... En je hebt ook grond met bomen. Ja. En dan dus kan je niet dubbel tellen. Precies. En daarvan de Hoge Raad zegt dus ja, dat dat is inderdaad zo. Uh, zo moet worden benaderd. Dus vrij principieel, even een ja, soort basics van het onteigeningsrecht. En wel een principiële uitspraak uh, op dat punt. Ja, was er vaak discussie over, over wat, het dan, nou ja, wat er dan nog op staat en niet, en wel en onder? Dat, en... Komt, zo, dat komt bij Tijd en wijle, komt dat terug. En dan, uh, dan gaat het natuurlijk vaak wel juist over iets wat in die grond zit. En dit was, uh, tot op zekere hoogte, is dit, nou, ik wil niet zeggen een, uh, een schot voor open doel, maar. Uh, wel weer even de Hoge Raad grijpt dit wel aan om even, even gewoon elementair uit te leggen. Nog een keer op een Precies. rij te zetten. Ja, oké, okay, maar goed. Daarnaast hebben we dus de overblijvende grond en de waarde daarvan. Ja, dat is dan, dan, dan wordt het nog iets technischer. Je kunt je voorstellen, in dit geval, dat landgoed, dat wordt uh, voor een stukje komt daar maar een weg op te lopen. Voor de rest van het landgoed blijft het gewoon in eigendom van de oorspronkelijk landgoedeigenaar. En uh, je kunt je voorstellen dat dat landgoed in waarde daalt, omdat daar iets uh, vaststaat dat het dat uh, landgoed krijgt een onlogische vorm. Uh, of uh, nou, noem maar op, uh, je krijgt door dat... Uh, door dat, dat grond gewoon een rondweg over je grond. Ja, op, <laughs> op, op, op je, op je, over je oorspronkelijke grond. Ja. 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 Nou, dus uh, dat heeft een, een bepaalde uh, waardevermindering, uh, leidt dat toe. En uh, nu uh, was uh, het ook zo dat het, het stuk grond dat verkeerde in verpachten staat op de datum... Van de onteigening. En dat is de datum waarop het onteigeningsvondst wordt ingeschreven. Dat is de datum waarvan je moet uitgaan bij het bepalen van de schade en van de, van de schadeloosstelling. En op die datum was die, uh, was die grond, dat de, de overblijvende grond, was verpacht door de, door de eigenaar. En uh, nu uh, stond wel vast dat nadien de pachter, uh, de, 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 de provincie, afspraak had gemaakt met de pachter dat die pacht zou worden beëindigd. En uh, nu had uh, de, de, dat heeft vanzelfsprekend dat dat overblijvende in verpachte staat was, ja, dat drukt de waarde van de grond. Vrije grond die waar niet, niet een bepaalde ja, dus pachtprijs dus uh, ja is meer waard ja. voor de eigenaar als daar geen pacht erop zit. Ja. Um, dus, uh, en daarvan had de, de had, hadden deskundigen, hadden gezegd, hadden, hadden dat, uh, de rechtbank die had gezegd, ja. Dat die, uh, die ging daar eigenlijk afwijken van de deskundigen, ook weer een eigenwijze rechtbank. Die ging op dit punt zeggen van nou, uh, het feit dat die uh, grond niet meer uh, verpacht, dat daar een, uh, uh, dat die verpacht was, maar dat die pacht eraf zou gaan, dat leidt tot een waardevermeerdering. En die ging goochelen, die zei van nou god, die waarde wordt verminderd zoals we net constateerden, maar die waarde wordt ook vermeerderd. En dat heft elkaar op. En daardoor is er per soldo geen sprake van een waardevermindering van het overblijvende. Voor de landgoedeigenaar, die blijft zitten met onverpachte grond. Ja. En um, daar week de rechtbank af van deskundigen. Daarover werd in Cassatie geklaagd. Want werd er gezegd: ja, de rechtbank die, uh, gaat hier iets doen met een gegeven dat helemaal niet op de peldatum bekend was. En dat mag niet, dat is fout. En de Hoge Raad zegt: inderdaad, je moet kijken op de peldatum. En uit het dossier blijkt dat de rechtbank die verwees naar een brief. Het was onduidelijk of het een e-mail of een brief was, maar in ieder geval een brief die dateerde duidelijk van na de pijldatum, dus na de inschrijving van het onteigeningsfonds. Ja, daar mocht je dus geen rekening mee houden. Dus of de rechtbank heeft dat niet goed uitgelegd, heeft niet uitgelegd welke brief ze heeft uh, gepakt. Of de rechtbank heeft het fout gedaan, door te miskennen dat je echt puur, dat is een fictie eigenlijk, moet kijken naar de pijldatum. En het voordeel. Dus dat, daarmee krijgt, potentieel krijgt degene die onteigend wordt, een voordeel in de schoot geworpen. Ja. Want hij, uh, ja, hij heeft straks wel degelijk waarschijnlijk onverpachte grond. Ja. Maar doordat je naar de peldaten moet kijken... Wat is hier de consequentie van? Wat is de er? consequentie van dat de, de verwijzings... De Hoge Raad zegt dan alleen maar van ja, uh, dit, dit kan zo niet, dit klopt niet. Of de rechtbank heeft het fout gezien. Of uh, ze hebben het niet goed, naar, uh, niet goed gemotiveerd, uh, dit wordt naar een hof verwezen. En dat moet dan nog verder kijken, of wat hier aan de hand is. Maar de consequentie is naar alle waarschijnlijkheid dat er toch sprake is van een aanzienlijke tonnen waardevermindering van het overblijvende. Dus de cassatierechter uh, heeft hier zijn werk gedaan met invloed echt... Uh, ja. Goed, helder verhaal. Dankjewel, Ruben. Dankjewel ook weer voor je komst hier naar Amsterdam, naar het concertgebouw. Uh, namens de Academie natuurlijk dank voor het kijken. Ook namens de Academie wijs ik u nog even op het bestaan van de website, avdr.nl. Uh, klik daar op die website op LegalFlix en dan ziet u veel meer interviews die allemaal één ding gemeen hebben: bijzondere locaties, bijzondere gasten, belangwekkende juridische ontwikkelingen die besproken worden. Dank u wel voor het kijken.